Theater Thalia heeft zaterdag wederom zijn deuren voor het publiek geopend, nadat in augustus 2018 ontdekt is dat de draagconstructie van het dak nodig gerenoveerd moest worden. Is uit voorzorg het theater gesloten. De Save Thalia fundraisingscampagne is toen opgezet waar het bedrijfsleven en de Surinaamse gemeenschap in binnen- en buitenland positief en enthousiast op hebben gereageerd. Met het geld is niet alleen de draagconstructie, maar ook de verouderde elektrotechnische installatie aangepakt. Tijdens deze campagne heeft Suriname laten zien dat Thalia gewaardeerd wordt en moet blijven bestaan, zegt het bestuur onder leiding van Ivan Tayappé. In het bestuur hebben verder zitting Eunice Kleine, Johan Jessuren, Humphrey Berggraaf en Alwin Breinburg. Recentelijk zijn er onvolkomenheden ontdekt in de financiële administratie en wel van de periode voor de sluiting van het theater. Enkele medewerkers zijn vanwege het onderzoek per direct op non-actief gesteld en er is aangifte gedaan bij de politie, het onderzoek is momenteel nog gaande. Dit nieuws is een domper op de feestelijke opening, het bestuur geeft aan dat de onvolkomenheden geen betrekking hebben op de Save Thalia fundraisingscampagne. De medewerkers die op non-actief zijn gesteld hadden geen toegang tot de ontvangen donaties.